Met granieten bladen worden de Maastrappen uitgebeeld op historisch kunstwerk in Baarlo. Een secuur werk, want de stenen zijn zwaar. Het werk verbeeldt de historie van het Maasdorp. We hebben vandaag een heel bijzondere gebeurtenis. We leggen namelijk vandaag de granieten Maasterrasplaten op het kunstwerk, op het monument. Een monument dat eigenlijk in basis de vorm heeft van de glooiing naar de Maas. Waar vroeger de Maas heeft buiten de oevers heeft gezeten, of misschien toen het bed van de Maas heeft gezeten. Dat wil de kunstenaar daarin uitdrukken. Hij heeft ook, als je ziet, onderin heeft hij wat Maaskeien in laten storten. Zodoende dat het ook zichtbaar is dat vroeger van de Maas afkomstig was. En de bovenkant, zie je dus de bovenkant glooiend naar de Maas toe. Het is een granieten steen uit India. Nog heel wat miljoenen jaren geleden gevormd. Hij is geproduceerd op dit moment via Italië en Portugal. En hij ligt al een hele tijd, lagen de blokken klaar, maar we hadden geen combinatiewerk daarvoor om dat in één keer al eerder te doen. Nu is het dus gelukt. Binnenkort start het kunstsymposium in het dorp. Dan wordt er nog meer kunst gemaakt. En ik wil hem bewust leggen voordat het symposium plaatsvindt vanaf 8 juni, dat er dan ook image komt. Op dit moment is het zo dat de kunstenaar Hans Reinders bezig is aan het volgende element wat er nu bovenop op het eerste element komt. De katholieke tijd, de Keltische tijd en de Romeinse tijd. Nu komen de kastelen van Baarlo erop en hij is nu behoorlijk bezig om dat voor het symposium gereed te krijgen. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Tijdens het symposium maakt hij die andere twee blokken af die er bovenop komen. Dat wil zeggen dat dan de Franse tijd erop komt en de huidige tijd waarin de stokkaart komt en waarin Tahiri komt afgebeeld en misschien de andere kunstenaars. Dus daar is je nou mee doende. En dan als laatste afsluiting komt er het springend hert bovenop. En dat is dan het einde van dit project. En dan staat er een zuil van 6,5 meter in Baarlo die hopelijk nooit meer weggaat. Ik denk als tijdens het symposium wil opschieten en het dan gereed komt, dan kunnen we dan zeg maar voor het einde van het jaar alles op elkaar zetten. En dan is het zeg maar eind van het jaar moet het hoogste punt bereikt zijn.